koningin dat nog in of niet? Ja. We zijn op weg naar, ik ben op weg naar een mini mini klein zwermpje. Een aaswerm waarschijnlijk. Vlakbij mijn huis, ons huis. En nou, dan gaan we zo de korf maar onderzetten. Dus dan ga ik even kijken, kan ik het zien? Pak ik hem zo bij die tak. Korf eronder. En dan even een flinke ruk. En vliegt het clubje in de korf. En dan gaan ze morgen of overmorgen bij mij in de kast. En die kast die staat, nou, nog geen 100 meter verderop. En misschien als ik niks doe, dat zij zichzelf die kant op vliegen. Maar daar wachten we niet op. Nou, ik heb de korf al klaarstaan. Plukje gras in de opening. Nou, die korf is zo groot. Er kunnen wel 15 van die zwermen in. En ja, het is zo klein dat ik me afvraag of dat straks wel de winter gaat halen. Want een nazwerm is een maagdelijke koningin. Het is nu begin juni. Die moet op bruidsvlucht, of die gaat op bruidsvlucht. En daarna kan ze pas eitjes gaan leggen. En kan het volk nog in volume gaan groeien. Maar we gaan het zien. We gaan zo het zwermpje in de korf scheppen. Ze naar de kast gaan. Nou ja, ze willen niet. Oké, dat kleine zwermpje is nu weer vertrokken. En de vraag is waar ze nu naartoe gaan. Je hebt kans dat ze naar die kast gaan vanzelf. Dan hoef ik verder niks te doen. Nu lijkt het er meer, hè? Vinden jullie tuin fijn? Ben je zo bang eraan gemaakt? Nee, dat doen ze zelf. Ze hingen aan de tak hier. Ze doen niks hoor. Je kan er doorheen wandelen als je wil. Zijn geen bessen? Nee, het zijn bijen. Oké. Ze zitten nu boven onze tuin. En ik vermoed, en ik weet het eigenlijk, nou zeker nooit, even mijn hekje open doen. Dat ze nu, dat de zwerm direct, ja, de tuin intrekt of de kast invliegt. Ja, nu gaan ze. Makkelijk, hè? Nou, dat maakt het de imker makkelijk. Oké. Nou, dat kleine volkje, of dat kleine zwermpje, is los van die tak 100 meter verderop naar onze tuin gevlogen. En ik moet eerlijk zeggen dat het lijken er nu wel meer. Maar het zijn er maar een paar. Tenminste, in verhouding. En ja, ze gaan langzaam naar de kast. Nou, dat maakt de imker makkelijk. Als je een mooi huis biedt, ja, dan. Fijn toch?
moet ik eigenlijk wel een raam erbij hangen. Dat ga ik nog even doen. Nou, ik kan me af en toe even bij me kijken. Hier zie je het stertselen van de bij. Ik heb hem trouwens op vliegtuigstand staan. Dit is stertselen. Dus het komt omhoog, het feromoon verspreiden van de koningin. Ja, dus ze zijn welkom. Heerlijk dit zoomen. De meesten worden er gek van, maar dit is prachtig. Nou, in die kast hangen een paar ramen met nog raten van het vorige volkje, wat helaas de winter niet heeft gehaald. En ik vermoed dat de vorige koningin het niet heeft gehaald, want er zat wel voldoende honing en stuifmeel en er zat alles in. Maar het volkje heeft niet gered, dus het kan zijn dat de koningin niet bevrucht is geweest vorig jaar of is overleden. Tijdens de bruidsvlucht of iets dergelijks. Maar we hebben een herkansing. Ja, dit is mooi. Ah, met je op mijn neus. Die denkt, ja, stik je neus in andermans zaken. Niet in andermans zaken. Steeds meer bijen zullen zich rond de ingang van de kast gaan ophopen en uiteindelijk de kast binnenwandelen. En omdat het een kleine zwerm is en dus een maagdelijke koningin, zal de komende dagen een bruidsvlucht worden gemaakt. En als die dame voldoende darren ontmoet en de vlucht overleeft en weer terugkeert naar de bijenkast, zal ze in staat zijn om eitjes te leggen en het vocht te laten groeien. Want voor nu is het wel, weet ik dat het een mini klein volkje is. Ook al lijkt het er nu niet op. Ik krijg nu toch sterk de indruk dat er een tweede volkje, een tweede zwerm zich erbij heeft gevoegd. Want er zitten er nu een aantal op de kast. En de lucht is nog vol. Dus ik denk dat twee zwermen zich samenvoegen. Ja, het is natuurlijk zo mooi hier. Ze willen allemaal hier naartoe. Ja, dat is overduidelijk, tenminste voor mij. Je ziet links een meerderheid bij elkaar zitten
En rechts bij de vliegopening ook een hoeveelheid bijen. Dat houdt dus in, voor mij in ieder geval, dat er dus twee kleinere volkjes deze kast willen gaan bezetten. En dat is mooi, er zullen er waarschijnlijk twee koninginnen zijn, waar er uiteindelijk maar één van overblijft. En je ziet nu onder de rand dat bijen van de linkervereniging naar rechts lopen. Van deze kant naar rechts, naar het vlieggat. Dus dit is een natuurlijke vorm van samenvoegen. Ja, ze wandelen allemaal naar rechts. Ja, twee afzonderlijke zwermen. Ja, mij helder. He, want hier hangen er nog. Hier zit het feromoon van de ene koningin. En misschien zien we de dame nog wel rondlopen. Bijen die stetselen, maar er zijn al heel veel bijen die gewoon naar rechts lopen. En daar de kast door het vlieggat binnen gaan. Misschien ga ik later op video nog wel de koningin zien lopen. Ik ga het eens even bekijken zonder te filmen. Even voor de kijkers thuis. Hier zit vermoedelijk een zwerm. En daar aan het vlieggat zit de tweede zwerm. Twee kleine zwermen die zich nu samenvoegen. Aan de linkerkant gaat langzaam over de onderrand van de kast naar de rechterkant, naar het vlieggat. Het kan wel even duren, nou, uiteindelijk wordt het heerlijk rustig. Ja, ja, dit is het. De meeste bijen gaan langzaam de kast in. Het is allemaal van links naar rechts. Van links naar rechts. Nou, het luchtruim wordt rustiger. De verkeersleiding heeft het goed gedaan. Er zijn geen ongelukken gebeurd bij de landingen. Nou, en dan hopen we maar dat de koningin een paar dagen ontmoet de komende dagen. Dus alles is nu zo'n beetje binnen op dit groepje na. Dus nu is het buiten rustig en binnen is het volop drukte. En als ik het goed heb, heb ik een aantal ramen erin laten hangen, dat weet ik even niet meer. Daar zitten in ieder geval nog een aantal raten bij, waar oude raten aanhangen met nog wat stuifmeel en wat honing. Maar ik heb volgens mij ook een paar lege ramen erin gehangen, want er is nu na de zwermdrift
komt er een bouwdrift waarin zij zeg maar, zelf hun lichaam willen uitbouwen. En dat bedoel ik het bouwen van de raten. Ze willen ruimte voor hebben. En die ruimte die zal ik als Impe moeten geven. Maar ik laat nu alles met rust. Zij hebben in principe mij niet nodig. In principe helemaal niet. Maar omdat ik ze in een kast hou, zal ik er wel iets voor moeten zorgen. En dat doen we dan ook.